Ja. Goedemorgen, we zijn nu bij de geiten. En het is heel koud buiten, zoals je ziet. Het is lekker wit, hele mooie luchten, mooie natuur. We gaan eens kijken of het lekker warm is in de stal. Ja, kom. We hebben net schone laarzen aangetrokken. Die gaan we nu weer uitdoen. En nu krijgen we schone, wat zijn het? Een soort crocs. Dus zo zie je, hygiëne is heel belangrijk. Ik zie ze allemaal kwispelen met hun staart. Is dat net als bij dat hij dan vrolijk is of zegt dat niks? Ja, dat zegt wel wat. Als ze een beetje kwispelen zijn het vrolijke geiten. En goede gezondheid. Ja, zeker. Leuk, gezellig. Ik hoor net dat we nu bij de jongste geitjes zijn. Dit zijn de vrouwtjes. En ik zie daar een kist in het hok staan. Is dat om te spelen? Ja, ze gaan er graag op liggen en op springen en klauteren. Dat is eigenlijk iets wat een geit heel erg leuk vindt om te doen. Leuk. En wat ligt hier in het hok? Dit is een strooisel van lammetjes. Elke ochtend wordt hier ingestrooid. We hebben hier groenstro in en gehaksteld stro. Oké. En hier staat ook een automaat? Ja. En deze krijgen niet onbeperkt of ook? Deze krijgen beperkte melk. Deze worden opgebouwd zodat ze ongeveer 2 kilogram per dag kunnen krijgen. En hierna worden ze heel langzaam weer afgebouwd zodat de spenen eigenlijk vanzelf gaan. Dan leren ze op tijd aan brokjes gaan en ruwvoer. Het loopt dus eigenlijk gewoon door. Ja. We zijn hier in de stal bij de melkgeiten. Hoe vaak melk je een geit op een dag? We melken ze 2 keer per dag. En hoeveel liter geeft een geit? Geeft ze ongeveer 3 liter per dag. En geitenmelk. Stel ik heb koemelkallergie, kan ik dan tegen geitenmelk of ja, hoeft dat dan niet? Kun je tegen geitenmelk. Er zit een andere stof in. Oké. Okay. Ik zie hier hele dikke geiten lopen. Dit zijn onze drachtige lammeren. En hoe lang dragen ze? Die moeten ze weer lammeren. Die dragen ongeveer 5 maanden. En dan krijgen ze 1 geitje of? De eerste jaar, dus deze lammeren krijgen 1 geitje gemiddeld. En een melkgeit die krijgt 2 à 3. Ja, per... Per worp. Ja. Per worp, zo. Ja. We staan hier bij een carousel. Kun je vertellen hoe het melken gaat? Dit is onze melkstal. De geiten halen we op vanuit een hok eigenlijk en komt in de wachtruimte terecht. Hierna lopen ze de melkstal op. Deze draait vanuit zichzelf. En dan kun je de melkstal aansluiten. En hoe lang melk je over het koppel wat jullie hebben? Ongeveer 2,5 uur is een beetje, met schoonmaken erbij. Ja, jullie hebben 1500 geiten totaal. Geiten, ja. Dat is 2,5 uur. We hebben hier vooral witte geiten staan. Is dat bewust? De witte geiten die geven iets meer melk dan de gekleurde geiten. En de gekleurde geiten die geven vooral meer vet en eiwit door. Een geit, eet hij zijn voedsel gelijk op of herkauwt hij ook? De geiten herkauwen ook. Ze hebben ook 4 magen, net als een koe. Dus eigenlijk lijkt een geit toch best wel veel op een koe. Eigenlijk wel, ja. Ik wil je bedanken voor die tijd. Dankzij jou heeft het een mening. Ik dank je, door jou word ik niet verliefd meer. Uiteindelijk is liefde niks voor mij. Door jou ging ik in mijn feelings. Door jou gingen mijn gevoelens door de ceiling. Ik wil je bedanken voor die tijd. Dankzij jou heeft het een mening.